mooi. Wat er dus gebeurt. Die 80-jarige oorlog, hè, dat is niet een oorlog die ook daadwerkelijk 80 jaar duurt, maar er zitten een aantal. Op het ene moment wordt er hard gevochten. Onder andere bij Nijmegen in de buurt. Hè, de slag op de Mokerhei, beroemd en berucht. Althans in de omgeving van Nijmegen. En af en toe zijn er ook periodes van vrede. Nou, een van die periodes van vrede was in 1609 en die duurde tot 1621. De strijd tussen Spanje en die republiek verkeerde eigenlijk in een impasse. Aan de ene kant kon Spanje niet echt doordrukken, kon niet hele grote gebieden heroveren op die republiek. Aan de andere kant kon die republiek ook niet heel veel terrein meer goedmaken. En dan spreken de Spanjaarden en de afgevaardigden van de republiek af om 12 jaar lang de wapens stil te leggen. Dus wordt er 12 jaar lang niet gevochten. Eigenlijk een heel bizar idee. Hè? We spreken met elkaar af om een tijd lang niet te vechten. En na 1621 pakken de wapens weer op. Maar dat spreken ze met elkaar af. Wat er dan ontstaat in dat moment van vrede in die republiek, is een strijd over de juiste interpretatie van het geloof. Oftewel, hoe moet dat Calvinisme aangeduid worden? En dan staan er twee partijen tegenover elkaar. Aan de ene kant krijg je de rekkelijken, oftewel de vrijzinnigen. En aan de andere kant heb je de orthodoxe, oftewel de precieze. Nou, het zit al een beetje in de naam. Als iets rekkelijk is, hè, een elastiek is rekkelijk, oftewel uitrekbaar. Veel ruimte voor andere meningen. En precies, als iets heel precies is, dan is een centimeter. En daar bestaat geen discussie over. Oftewel, hier heeft het Calvinisme veel ruimte. En aan deze kant, aan de orthodoxe kant, heeft het Calvinisme dus heel weinig ruimte. Is dat dus heel nauw afgekaderd. En dat heeft eigenlijk te maken met twee personen en ook de belangen die zij behartigen. Aan de ene kant heb je Johan van Oldenbarneveld, de raadspensionaris van Holland, oftewel een soort minister van Buitenlandse Zaken van Holland. En Holland was het gewest dat de hoogste belasting betaalde aan de Staten-Generaal en daarmee dus eigenlijk ook het meeste te zeggen had in die Staten-Generaal. En dus was Johan van Oldenbarneveld als adviseur aan de Staten van Holland eigenlijk ook de belangrijkste persoon binnen die Staten-Generaal. En die raadspensionaris had tot taak om die Staten-Generaal te adviseren over buitenlandse handel en contracten met andere landen. Denk vooral aan Engeland en denk vooral aan Frankrijk. Nou, en als je vooral met veel mensen moet onderhandelen, denk aan Frankrijk, waar continu die strijd was tussen aan de ene kant protestant en aan de andere kant katholiek. In Engeland gebeurt eigenlijk continu hetzelfde. Moeten we nou in Engeland de katholieke kant meer opgaan of moeten we meer de protestante kant opgaan? Die Johan van Oldenbarneveld zit altijd tussen verschillende vuren. Niet alleen naar buiten toe, maar ook binnen die Staten-Generaal. Hij moet namens de Staten-Generaal het woord voeren. Dus hij moet ook rekening houden met de belangen van Gelre, met de belangen van Friesland, met de belangen van Zeeland. En daar moet hij één geheel van zien te krijgen. Daar moet hij die eenheid zien te bewaren. Dus vandaar dat van Oldenbarneveld rekening moet houden met verschillende meningen over hetzelfde onderwerp. En wat hij eigenlijk zegt, is dat religie, dat is geen staatsaangelegenheid. Nee, als gewest zelf mag je bepalen welke religie je aanhoudt. Oftewel, daar waar er misschien juist heel veel katholieken zouden kunnen zitten, zou er misschien meer ruimte moeten kunnen zijn voor die katholieken om zich te kunnen ontplooien. En er waren verschillende steden waarin katholieken ook wel wat meer ruimte hadden. En daar waar juist heel veel protestanten waren en er juist een strenge calvinistische stroming was, was het misschien juist wel goed als die steden daarin en die stadsbesturen daarin juist heel erg streng waren. En wat er dan gebeurt in 1617... is dat Johan van Oldenbarneveld en die Staten van Holland de zogenaamde scherpe resolutie aannemen. En dat betekent dat steden hun eigen burgerwachten mogen gaan organiseren. Hun eigen schutterij, dat heet waardegelders. En dat betekent zoveel als dat er eigenlijk binnen die republiek er het leger is dat onder leiding staat van prins Maurits als stadhouder. En dat er dus tegelijkertijd
binnen die steden eigen legers gevormd mogen worden. Nou, dat is voor deze man een mes in zijn rug. Die denkt, ik word belazerd. Want als stadhouder heeft hij misschien wel juist belang bij eenheid van geloof. Het geloof dat die hele republiek samenbindt en ervoor zorgt dat iedereen, misschien wel namens het Calvinisme, tegen de katholieke Spanje ten strijde trok. En die tolerantiedag, Prins Maurits, mooi dat van onder Barneveld tolerant is naar andere geloofstromingen, binnen dat protestantisme weliswaar. Maar zou dat niet een opmaat kunnen zijn naar katholieke tolerantie? Onze aartsvijand, zou hij daar niet een verband in willen sluiten? En dan laat hij ook nog eens een keer eigen legers oprichten. Dus Maurits, die kan geen andere keus nemen dan dat leger binnen die staat, het tweede leger binnen die staat, ja, dat ziet hij als landverrader. Dan verklaart hij dus van onder Barneveld vogelvrij en gaat hij in 1618 over tot de arrestatie van onder Barneveld. En in 1619 treft van onder Barneveld het noodlottige lot, namelijk dat hij in Den Haag op 13 mei onthoofd wordt. En daarmee wordt dus de strijd, voor een tijdje althans, beslecht in het voordeel van die stadhouder. Want dan gaat in 1621, valt die strijd weer aan. Er wordt wederom weer wat gebied gewonnen, er wordt weer wat gebied verloren. Er is eigenlijk niet echt sprake van één partij die de overmacht krijgt. En dan krijg je dat Spanje wederom te kampen krijgt met verschillende oorlogen. Het speelt zich af in tijden van de 30-jarige oorlog. Een periode waarin het in heel Europa onrustig is. Frankrijk voert oorlog, Duitsland wordt oorlog gevoerd. En eigenlijk is Spanje continu de speel in al die oorlogen. Op een of andere manier heeft Spanje er altijd mee te maken. Nou, dat leidt in Spanje tot ontzettende hoge belastingdruk. En dat leger van die Spaanse koning, die moet betaald worden. En Spanje, denk aan al die verschillende autonome provincies die er dan tegenwoordig gebruikten, Andalusië, Catalonië, Baskenland. Nou, al die gebieden moeten allemaal belasting betalen aan de Spaanse koning, zodat hij oorlog kan blijven voeren. Nou, op een gegeven moment is die belastingdruk zo hoog dat twee gebieden, Catalonië en Portugal, daartegen in opstand komen. In Catalonië breekt er een opstand tegen de Spaanse koning op, gesteund door Frankrijk en Catalonië, Barcelona de hoofdstad, gisteren nog gevoetbald. En 1640 verklaart Portugal zich onafhankelijk van Spanje. Dus daar waar Spanje en Portugal altijd een eenheid waren geweest, spreekt ook over het Iberisch schiereiland, maakt Portugal zich onafhankelijk. Nou, dat is voor Spanje het moment om te beginnen met vredesonderhandelingen. En die resulteren in 1648 in de Vrede van Münster of Vrede van Westfalen. Het is maar hoe je het noemt. Westfalen is zeg maar het gebied, de provincie, en Münster de plaats. Hè. Hier anderhalf uur vandaan. En Spanje en de Republiek die sluiten naast al die andere Europese mogelijkheden een verdrag. En dat betekent, de Vrede van Münster, dat die Republiek eigenlijk erkend wordt al door Spanje als zijnde onafhankelijk land. Engeland en Frankrijk waren daar eigenlijk al eerder toe overgegaan, het einde van de 16e eeuw. En wat er besproken wordt, is dat de veroverde gebieden van de Republiek, dus de gebieden die de Republiek veroverd had op Spanje, in vooral het zuiden van de Nederlanden, het huidige België, die zouden bestuurd gaan worden door de Staten-Generaal. En dat zijn dus de zogenaamde generaliteitslanden. Dat was een hele strategische zet eigenlijk. Want, stel je nou eens voor dat die gewesten, die nieuwe gewesten in het zuiden, denk bijvoorbeeld aan Antwerpen, denk aan Gent, Brugge, Kortrijk, die gebieden, stel je nou eens voor dat die ook een stem zouden kunnen krijgen in de Staten-Generaal. Dat zou ten koste gaan van het belangrijkste gewest in die Staten-Generaal. Namelijk het gewest Holland. En zij wilden koet aan koet, koste wat het kost, voorkomen dat die generaliteitslanden, ook nog eens overwegend katholiek,
een grote stem zouden kunnen krijgen